We zijn bij de ingang van het Begijnhof en we gaan een kijkje nemen in het poortgebouw bij het Miniaturen en Poppenhuis Museum Breda. Gaat u mee? We zijn hier in de ruimte boven de poort van het Begijnhof en we hebben hier een aantal Breda-locaties staan, waaronder het casino. En u ziet hier het casino afgebeeld. En Tine Merks heeft het grootste gedeelte van deze collectie gemaakt. Het bestond vroeger uit het Norbertinessenklooster en aan de rand is het kazerne geworden. En u ziet dat hier heel mooi weergegeven. Mensen zijn aan het spelen en de croupiers staan aan de tafels. Tine Merks heeft ook café Boeken Verschuren gemaakt, voor heel veel Bredanaars bekend. En je ziet hier het oude interieur, want zij kreeg de opdracht van de vader om dit te maken voor de zoon toen hij in der tijd het café overnam. Zo gaan we van de kroeg naar de kerk. Dat is in Brabant heel gewoon, zeker in Breda. U ziet hier het kerkje van het Begijnhof en dat is ook zo goed nagemaakt door Tine, dat een paar nonnetjes die hier op het Begijnhof woonden op een gegeven moment zeiden, maar het lam God zit niet in het altaar. En dat hebben we toen alsnog, heeft Tine dat aangebracht. Verder zie je heel leuk de glas in loodramen en de heilige beelden. Hier in dit poppenhuis, dat is gemaakt door de nonnen van de Nieuwstraat. En zij hebben dat met heel veel liefde ingericht. Het is ons een paar maanden geleden geschonken. Het heeft 70 jaar bij iemand op zolder gelegen. En als je hier kijkt bijvoorbeeld, dan zie je met hoeveel liefde al die heilige prenten zijn ingelijst. En ook hier dat bed met die strikken erom. Het was een opklapbed. Ze hadden weinig materiaal en mensen waren niet zo rijk, maar het is een hele goede afbeelding van die tijd. Hier zie je het pronkstuk van onze collectie. Het is een huis dat gemaakt is voor een Joods meisje, 80 jaar geleden. En het is helemaal in Art Deco-stijl gemaakt. En eens even kijken. Je ziet zelfs, de bel doet het, aangelegd door Benno. Kijk, het is prachtig ingericht. Zelfs het meubilair is Art Deco, maar het hele verhaal erachter is eigenlijk best wel triest. Het meisje heeft er mee gespeeld. Ze kreeg het toen het 2 jaar oud was. En ze heeft zo'nzelfde onderduikgeschiedenis in haar leven meegemaakt als Anne Frank in haar tijd. Uiteindelijk zijn ze allebei tegelijk, Anne Frank en Marianne Drucker, waarvoor het huis is gemaakt, in Westerbork terechtgekomen. Ze hebben daar samen in een barak gezeten. Ze moesten batterijen maken in de oorlog. Het was een barak van maar 30 bij 40 meter. En ze zijn 1 transport naar elkaar afgevoerd en toen was de oorlog voorbij. Maar ja, vaak kun je aan de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog vaak beter vertellen aan de hand van een poppenhuis dan op een andere manier. Dus het geeft altijd heel veel impact voor de bezoekers. En Benno, vertel jij maar eens hoe je zorgt dat die lichtjes blijven branden. Lichtjes gaan na verloop van tijd stuk. Dat heb je thuis ook. Zo ook hier natuurlijk. En hier zie je 2 kleine kandelaarsjes op de tafel staan. Met lampjes erin, de grootte van een waterdruppel. En die moeten vervolgens middels 2 aansluitpennetjes in dat kaarsje gestoken worden. Dat is best wel een priel. Een hell of a job, ja. Maar dat lukt, soms met behulp van een vergrootglas. En ik zie trouwens gelijk dat er 2 lampjes aan vervanging toe zijn. Dus er is weer werk aan de winkel. We zijn hier bij de Anton Pieck collectie van Trace Masseurs. Trace is overleden en haar dochter heeft besloten deze collectie aan ons Pophuis en Miniaturenmuseum te schenken. Daar zijn we haar heel dankbaar voor. Het is een prachtige collectie. Hij is net gereed gekomen hier. Het is enorm werk geweest om het te verhuizen. Al die losse onderdeeltjes hier op deze plaats. In 1 huis zitten bijvoorbeeld 36 lampjes. Maar dat kan Benno veel beter vertellen dan ik. Want hij is ermee bezig geweest om te zorgen dat de elektriciteit hier werkt. En Joke Brands heeft het ingericht. En daar zijn ze allebei een half jaar mee bezig geweest. Lampje. Kijk, gelijk resultaat. Lampje branden niet met mijn magic fingers weer aan de praat gekregen. Het verhaal is een half jaar geleden begonnen toen we de huisjes uit een erfenis kregen. En waar we in deze locatie een opstelling hebben gemaakt om het zo mooi mogelijk te etaleren
en zo functioneel mogelijk te maken. Ik ben eerst begonnen om per huisje de verlichting aan te sluiten voordat Joke de rest van de entourage voor haar rekening nam. Kan je vertellen dat die lampjes aansluiten echt een priegelwerk is geweest? Dit is namelijk een stekkertje wat aan een lampje verbonden zit en wat vervolgens in een stekker element gaat. Er komen 12 stekkertjes in en die verbonden is met een transformator zodat we 12 volt spanning op de lampjes krijgen. Ik kan hier laten zien wat dat resultaat is. Dit huis bijvoorbeeld heeft 3 van dit soort stekkerdoosjes, wat dus inhoudt dat er 36 lampjes alleen al in dit huis aanwezig zijn. En dat geldt dan voor alle huizen, dat ik met die stekkerbloks gewerkt heb om huis voor huis in het licht te zetten, zoals het oorspronkelijk gemaakt is. Nou, om aan te geven over wat voor kleine lampjes dat we spreken, kunt u zich wel voorstellen aan deze buitenlantaarntjes, maar ook binnen in de huisjes hoe verfijnd en gedetailleerd die lampjes allemaal functioneren. Nou, om u een indruk te geven van wat die lampjes in die huisjes allemaal aan sfeer geven, doen we de hoofdverlichting eventjes uit. En zie je hier het resultaat.